Dag reviewvrienden, hoe is het met jullie? Nou, dat is goed om te horen. Hier gaat het ook wel oké. We slepen ons er gewoon dwars doorheen. Kunnen we onze bommen, en nu we er toch zijn hier op die aardkloot, laten we dan maar een feestje van maken. Of in ieder geval proberen dat het niet heel erg vervelend is. En daar helpt mijn vriend Ahmed mee. Yeah. Dat is wel zo, want wat zit er onder het doosje? En wat heeft Ahmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken, ik heb er echt heel veel zin in vandaag. Wat is dit in godsnaam? Iemand die niet heel erg van zoetigheid houdt, iemand die niet heel erg van chocola houdt. Wat moet ik hiermee? Dit is Snickers drank, M&M's drank en Bounty drank. Alleen bij het idee begin ik een beetje te koren. En koren, lieve kijkbuiskinderen, is het beginstadium van kotsen. Dat is koren. Dat, snap je? Dit kan niet lekker zijn. En het rare is natuurlijk dat er iemand is geweest, hè? Ik denk dan bij de firma Mars, van wie dit allemaal is. Toch? Dit is toch allemaal van Mars? Neem ik aan. Nou ja, die zei op een gegeven moment, ja jongens, we maken nu zo lang al chocoladerepen met bepaalde smaken. Waarom maken we er geen drankje van? En dat persoon had per direct ontslagen moeten worden. Dat had iemand moeten zeggen daar in de boardroom, luister vriend, nou oprotten. Want dat gaan we niet doen. Want wij maken namelijk chocoladerepen en kunnen mensen happy doen en niet drinken. Want dat is natuurlijk heel raar. Want hoe kun je nou in godsnaam van een Snickers, M&M's of een Bounty drankje maken? Dat kan niet. Dat wordt niet lekker. Dus nou, spullen pakken en wegwezen. Alles moeten zeggen. Maar nee, ze hebben die man omarmd. Ze hebben het gemaakt. En nu moet ik het proeven. Nou, mooi klaar mee. Snickers is met karamel en pinda's. M&M's is chocola met pinda's. En Bounty is natuurlijk met kokos en chocola. Dat kan niet lekker worden. Het kan niet lekker zijn. Overigens neem ik wel eens een Bounty. Oh, maar Jan, jij houdt toch niet van chocola toe? Nee, ik hou niet van die goedkope melkchocola. Dat vind ik smerig. Maar bij Bounty hebben ze ook een pure Bounty rood. Is dat een pure Bounty reep. En die is godvergeten lekker. Ja. Ja, kijk. Ik haal wel de krentjes uit de pap. Snap je? Nou, laten we maar beginnen. Ik begin wel gewoon hier. Bij Snickerdrink. Ik vind dit al heel vervelend dat zo'n flesje is waar je dat dan open moet trekken. Dat je dus niet kan schenken. Ze hebben gedacht, laten we dat maar niet in een glas laten schenken. Want het ziet er zo smerig uit. Laten we dat maar gewoon in zo'n lurkfles doen. Dan kunnen mensen het gewoon drinken en dan kunnen ze het proeven, maar dan hoeven ze het niet te zien. Want het ziet er verschrikkelijk uit. Dat denk ik dan. Nou. Oh, er zit een. Er zit nog een zelfaantje op. Nou, hij is open. Na heel veel geworstel. Godzame kraak. Hij draait dus inderdaad de chocolades en pinda's. Er zal ook wel eens een scheutje karamel zitten. Is dit lekker? Snickersdrank. Laten we proeven. Het is chocomel met pindasmaak. En vleugje karamel. Ik heb niks tegen chocomel. Maar wel met chocomel met pindasmaak. Dat vind ik heel goor. Met een vleugje karamel. Snickersdrank is hele vieze chocolademelk. Met de afdronk van een hand ongezouten pinda's. Getverdemme. Nu ben ik wel een beetje bang dat de M&M's. Nou ja. Hoe groot is dat verschil met die Snickersdrank? Want dit is ook chocola en pinda's. Dus het lijkt mij heel erg dat dit gewoon precies hetzelfde is. Alleen dat ze dan. Ja, het ruikt ook hetzelfde, dat ze dan vergeten zijn om het spuitje karamel erin te doen. Niet vergeten dat ze dat niet doen, omdat het niet in de M&M zit. Laten we proeven. Nou.
alles wat lekker is aan gele M&M's, en die zijn lekker, dat vind ik lekker, is niet teruggekomen in het M&M drankje. Want dit is helemaal totaal niet zeggend. Waar deze Snickers, wel een soort van proef naar Snickers, omdat het smaakt naar pinda's en karamel, hebben ze bij deze gedacht, weet je wat, laten we nou die pinda's er niet in doen. Die zitten wel in de gewone gele M&M's. Laten we gewoon hele vieze chocolademelk maken. Nou, dat is gelukt. Niet zum sauven. En dat is Duits voor niet te zuipen. Dit smaakt dus niet naar M&M's. Dus dat mannetje die dus heeft gezegd van, zullen we M&M's in een drankje schieten? Die heeft er dus voor gezorgd dat het uiteindelijk een M&M drankje is, zonder dat het een M&M smaakt. Ontsla die vent. Ik mag toch leiden dat de Bounty drank naar Bounty smaakt. Daar hebben ze toch wel een hand chemische kokos in gemieterd, mag ik hopen. Ja, zo ruikt het wel. Het ruikt al een beetje naar de, van, die, van het haarcrème van People of Color. Het gaat niet goed vandaag. Enfin, Bounty drank. Chocolademelk met kokosmaak. Ja. Ja. Nou. De kokosmaak is niet eens zo heel erg chemisch. Het heeft eigenlijk echte kokosmaak. Het heeft zelfs die beetje zalvige nadronk wat je van kokos hebt in je bakkers. Maar als je nu tegen mij zou zeggen, Jan, je zit een fles zonnebrandcreme leeg te zuipen, dan had ik het ook geloofd. Want het heeft werkelijk niets te maken met een drankje wat je lekker kan vinden. Het gaat helemaal nergens om. Enfin, we hebben dus hier sprake van drie mooie merken die zichzelf te grabbel hebben gegooid. Snickers, Bounty en M&M's. Die moesten en zouden een drankje ervan maken. Het is verschrikkelijk. Het is misselijkmakend en vervelend en niet gelukt. Dus, had je nooit hoeven doen. Dan is altijd de vraag, Jan, ben je nu misselijk? Daar is het antwoord ja op. Ik ben misselijk. En niet van de Snickers. Niet van de M&M's. Maar van die verschrikkelijke, dikke kokos drap die nu in mijn mond zit. Ik heb niks tegen kokos. Het smaakt ook echt naar kokos. Het probleem is alleen, het lijkt net of je een... Dan heb je de politie al. De politie komt. Nou, heb je nou voor elkaar met je vieze drankjes? Enfin, de kokosgehalte van in die Bounty is zo ongelooflijk aanwezig. Het smaakt ook helemaal niet meer naar chocolademelk. Dat ligt als een soort oliedeken op mijn maag nu te schommelen. Het is echt verschrikkelijk. Dus deze gaat de tech niet redden. Tijd voor de cijfertjes. En deze cijfertjes die zijn niet best voor het concern Mars. Met al die repies. Dit is verschrikkelijk. Dit is echt verschrikkelijk. Ik heb trouwens opgezocht waar je het kan krijgen. Dit is te koop bij Yamin. Dit is dus een snoepwinkel. Dan kan je dit krijgen. Want het komt uit Amerika. Want in Nederland gebruiken we dit niet. Omdat het niet tevreden is. Maar die Amerikanen die flikken natuurlijk alles in hun kanus. Enfin, tijd voor de cijfertjes. Het is een slachting. De Bounty drank had nooit gemaakt hoeven worden. En is dermate smerig heftig van kokos. Dat ik denk als je dit flesje leeg hebt, dat je richting het ziekenhuis moet. En ik zou dat dus niet aanraden. Dit is gewoon echt een 2, is niet te nakken. Nou, de M&M's is niet per definitie heel veel beter. Behalve omdat je er minder snel misselijk van wordt. Ik denk dat je pas hoeft te kotsen na een half flesje. Waarvan je hier na vier slokken al helemaal kapot gaat. Wat is hier nou mis mee? Nou, dit smaakt niet naar M&M's. Dus als je dan zo nodig een drankje moet maken, zorg dan verdikken dat het naar smaakt. Je krijgt een 3. De Snickersdrank heeft gewonnen, ondanks dat hij een bijzonder penetrante pinda loef eraan hangt. Het stinkt eigenlijk naar een wegrestaurant in Duitsland. Maar de Snickersdrank heeft iets weg van de reep. Snickers. Dus hij lijkt erop. Nou, fijn, zou je zeggen. Nee, niet fijn, want je wordt er niet lekker van. Het is heel, heel vies. Het is allemaal niet gelukt. Het is gewoon, deze hele reeks is niet gelukt.
Dan moet je het ook gewoon uit de markt trekken, als je mij vraagt. De Snickers die krijgt een 5, omdat het er nog een beetje op lijkt. Maar ja, neem het gewoon niet. Neem het gewoon niet. Hè? Gewoon een tip van mij. Flikker het gewoon weg. Of koop het niet. Ik flikker het nu weg. Ja? Nou, dag.